Verzamel allereerst zoveel mogelijk bewijsmateriaal waarmee je je probleem kunt aantonen. Wat stond er in het boekingscontract? Wat stond er op de website? Welke informatie heb je gekregen? En neem vooral ook foto's. De snelste en gemakkelijkste manier is om het probleem rechtstreeks en ter plekke op te lossen met het hotel, de vliegtuigmaatschappij of de reisorganisator. Lukt dat niet, dan kan je je klacht schriftelijk of via de website van de reisorganisator neerleggen. Wordt de situatie op deze manier niet opgelost en boekte je een pakketreis bij een Belgisch reisbureau of een doorverkoper, dan kan je richten tot de consumentenombudsdienst of in een aantal gevallen ook tot de geschillencommissie reizen. Gaat het om een buitenlandse reisorganisator of doorverkoper binnen de EU, dan kan je je richten tot het Europees Centrum van de Consument. Heb je een klacht over je vlucht vanuit België en heb je geen regeling kunnen treffen met je vervoerder, dan kan je hiervoor contact opnemen met de FOT Mobiliteit. Kan je nog steeds geen oplossing vinden, dan kan je overwegen om gerechtelijke stappen te ondernemen via de rechtbank. Vergeet ook zeker niet om klacht neer te leggen via het meldpunt van de FOT Economie, als je denkt dat je slachtoffer bent van bedriegelijke praktijken of pogingen daartoe.